is vandaag dinsdagochtend. We zitten aan tafel, de kindjes hebben net gegeten. En het is vandaag de laatste dag voor Jayla op het kinderdagverblijf. Spannend! Ik vind het zo'n gek idee. Maar goed, ze heeft er zelf nog niet heel veel van door. Omdat ja, volgende week pas school begint. Maar we hebben natuurlijk wel verteld dat het vandaag de laatste dag is. En dat ze dan niet meer met haar broertje ja, daar gaat spelen. Ja, wat wil je? Gaan we naar schooltje? Ja? Wil je schoenen pakken? Ja, hij wil steeds iets en ik heb geen idee wat hij bedoelt. En dan wordt hij helemaal boos. Maar ik heb daar verder niks mee, want je hebt je broodje al op, je fruit is op. En dan wordt hij dus wit en wit heet. Ja, het is het leven. Maar de laatste partij, nou, de laatste weken wel echt driftbuien. Ik heb niet vaak dat ik dan niet weet wat ik moet doen. Maar de laatste paar dagen denk ik echt, ik kan het maar beter negeren. Want als ik boos ervan word, dan raakt hij alleen maar meer gefrustreerd. En ik heb gemerkt dat negeren en hem soms gewoon even vastpakken wat beter werkt. Al moet ik zeggen dat hem echt vastpakken of knuffelen op dat moment zelf ook niet top is. Want dan wordt hij alleen maar helemaal gek van. Maar hij heeft wel mijn temperament. Dus dat is wel even een dingetje. Maar goed, ik ga een tasje klaarmaken, schoenen aandoen en dan gaat papa ze wegbrengen. Krijgt mama een kusje? Oh ja, ze krijgen ook nog eens ruzie. Zie je ook een kusje? Veel plezier op school, schatje. Mama komt jullie halen, goed? Veel plezier op je laatste dag. Nee, je gaat met de auto, niet met de kinderwagen. Dat is wel erg ver lopen, hoor. Wat ik dan ga doen als de kinderen naar de opvang zijn, is dan lekker rustig in huis, eerst een beetje opruimen. Want ik ga het heel even laten zien. Zoals hier in de badkamer ligt een pop. Heel netjes in de wagen, of Maxi Cozy. Ik ga de bedden even opmaken, alles even weer netjes zetten. Hier valt het op zich nog wel mee. Vaak spelen ze in Jeetje de kamer. Nou, het valt hier ook nog wel mee, moet ik zeggen. Alleen nog een kinderwagen en een Mickey Mouse gebeuren. Bedden opmaken, ramen lekker open. En dan ga ik even een wasje aanzetten. Ga ik mezelf even aankleden. En dan even kijken wat ik ga doen. Ik heb geen planning voor vandaag. Want ik heb gisteren eigenlijk alles gedaan wat ik moest doen. En Levent die werkt wel vandaag. Dus die gaat vanmiddag weg. En dat betekent dat hij laat thuis is vanavond. Dus ik dacht gisteren, ik ga alles vandaag doen. Zodat ik morgen rust heb. Dus ik wil vandaag ook niet te veel inplannen, omdat ik dan mezelf weer van alles ga laten doen. Terwijl ik juist nu eventjes mezelf de tijd moet geven om van de rust te genieten, nu de kindjes er niet zijn. Dus dat ga ik ook proberen te doen. Ik ben dat niet helemaal gewend, dus het is soms lastig om even toe te laten. Maar wel heel belangrijk, want ja, ik zit natuurlijk niet voor niks thuis. Dus ik moet ook mezelf eventjes het moment gunnen. Ik heb dus een shirtje van Jay eergisteren te heet gewassen. Zo zonde. Die had ze van mijn vader en zijn vriendin gekregen. En het is gewoon nu een jurk voor de pop geworden. Het gebeurt me nooit, want ik ben altijd heel panisch met kleding. Als er iemand zuinig is op zijn kleding, ben ik het wel. Maar dit is me dus helemaal ontschoten dat ik was ging sorteren. Dus ja, niks aan te doen. Oh jongens. Kan iemand me neerschieten? Echt, het is niet normaal. Ik dacht, ik ga de was eventjes in het droge doen en een nieuwe was aanzetten. En ik haal dus de was eruit en er komt er een zootje uit. Oh. Let even op. Levent is vergeten zijn sigaretten uit zijn broekzak te halen. Die heb ik dus meegewassen. Kijk even. Echt, het ligt overal. Ik heb nu de wasmachine aangezet om te spoelen, want dat zat helemaal onder. Is toch verschrikkelijk? Ik bel hem net met FaceTime, want hij is net de deur uit. Ik zeg, nou, je wordt bedankt, hè. Dus hij dacht dat het dak naar beneden was gekomen. Ik zeg, godsamme man. Ik zeg, alles zit onder. Ik had net gestofzuigd, kan ik weer opnieuw beginnen. Het zat dus nog in zijn joggingbroek. Nou, die binnenkant van die zak is echt net zo dramatisch als wat hier op de grond ligt. Dus die moet ik opnieuw wassen. Ja, zoals ik er ook nu uitzie, zo voel ik me, zeg maar.
Ja, en we zijn beneden. De bende boven is opgeruimd. Het was echt vreselijk. En het stinkt, jongen. Ik rook niet, dus ik vind het dan sowieso al heel snel stinken. Maar goed, ik heb boven helemaal gestofzuigd. Eigenlijk zou de schoonmaakster vandaag komen. Maar dat heb ik afgezegd voor vandaag, omdat ik namelijk zelf thuis ben. En ik dacht, dan moet ik weer weg. En ik moest nog dingen doen. En ja, ik dacht, dat wordt me te veel vandaag. Dus we gaan het gewoon lekker zelf doen. Over 2 weken komt ze wel weer gewoon. En dan om de 2 weken blijft ze gewoon weer komen. Want ze lag er zelf ook even een tijdje uit. Dus ik heb al heel lang niet gezien. Maar goed, ik ga nog eventjes de vaat doen. Kijk maar even, het is een beetje een troep. Stofzuiger staat nog daar. Ik ga nog beneden even stofzuigen en de trap. Dan hebben we hier onze dak. Die gisteren naar de dierenarts is geweest. Omdat zij namelijk een oorontsteking heeft. Zo zielig. Schatje. Dus ze heeft een zalfje voor in haar oor. En dat moet dan 1 keer per dag. De komende 10 dagen. En dat wordt een ding. Hè? Want het gaat niet vrijwillig. Nee, ze moet wel in de houtgreep. Dat arme beest. Maar ja, ze voor haar eigen best wil. Hè? Dus dat gaan we zo nog even doen. En dan gaat moeders richting Wormerveer. Want ik kreeg net een mailtje dat mijn 2 Vinted pakketjes zijn geleverd. Ja, dus die wil ik wel even ophalen. Ik weet niet eens wat ik heb besteld. Volgens mij 2 truien. Niet dat ik die nu aan kan. Al moet ik zeggen, het regent zo hard dat je bijna geneigd bent om je winterjas aan te trekken. Nou, ik heb de pakketjes opgehaald. Het zijn 2 doosjes. En er moeten 2 truien in zitten. Dus ik ga heel even kijken of ik mijn sleutels open kan maken. Want het is behoorlijk dichtgetaped. Of dat gaat werken. Ik ben alweer zo ongeduldig als de pleuris. Want dan wil ik het gewoon zien. Oh ja, dat gaat heel makkelijk. Top. Ik kom nou zo vaak bij die man daar. Dus die weet natuurlijk nu precies hoe ik heet en wat ik daar kom doen. Weet je wel, dat in zo'n klein doosje past. Oh, hij is wel heel leuk. Kijk. Superleuke trui. Ik ben alleen wel blij dat ik hem in een emmetje heb gedaan. Want ik was nog aan het twijfelen. Ik een S'je moest doen of niet. Maar nee, is prima. Ik moet het alleen wel wassen, want dat vind ik dan wel altijd weer een dingetje. En de volgende even. Oh, een briefje bij, zo leuk. Hoi, ik heb de trui gewassen. Je kan hem gelijk dragen, liefs. Schattig. Deze had ze dus voor een verjaardag of zo gehad. En die paste ze niet. Het is wel een wat hoger model. Dus ik moet even kijken of ik dat wel leuk vind bij mij. Want ik heb natuurlijk niet echt een hele mooie platte buik na 4 zwangerschappen. Dus ja, we gaan even kijken. Maar ik ga hem alsnog wel wassen, want het is heel lief, maar ik ben dan wel weer zo panisch dat ik dat dan allemaal zelf wil doen. Nou goed, het is even kijken hoe laat het is. 3 uur, dus ik ga de kindjes ophalen. En de kindjes zijn weer thuis. Lekker op de bank. Mama, heb jij kaarsen aan? Ja, ik heb de kaarsen aangedaan. Waarom? Vind ik gezellig, want het is nu zo donker buiten door het al het regen. Lekker, de ene is de tv aan het kijken, de andere op de iPad. Filou ligt daar. Even lekker chill. Zou ik maar even komen kijken, Jay? Wat oma heeft en Mehmet heeft. Oh nee, die heeft ze niet. Ja, stoere pakkie. Oh, leuk. Oh, dit is wel een stofje waar ik mee moet opletten. Want ik had dus gisteren een stofje ook van dit. Die had ik gewassen en dat is nu poppenkleding geworden. Nee. Ja. Ja, die van Stoer, die is van papa uit Turkije had gehad. Even kijken. Slechte kwaliteit? Nee. Wat zat erop? 60 of 40? 60. Dat kan niet. En dat mag in de droge. Vreet ik mijn schoen op. Dat mag in de droge. Ja, dit is gewoon katoen. Nou, wat raar. Nou ja, oké. Nou, niet dat ik hem op 60 ga wassen, maar... Hey, Jayla. Kijk eens wat ze hebben voor je. Nog één.
Had ze verlegen doen. Heel leuk. Ik heb voor deze er maar bij gedaan. Oh ja, dat is wel grappig. Niet veel bijzonders. Ik heb toevallig 2 zwarte mayo's gekocht van de week. Oh, ik heb ook nog een zwarte mayo. Oh, maar ja, dat is altijd goed. Ja. Een pyjamaatje voor Jay. Hallo. Een pyjamaatje voor Sia. Ja. Een mayootje. Heel leuk. Kijk, Sia, is voor jou. Mooi. Oh. Komt eten halen, ja, natuurlijk. Ja, zusje. Nou, dat zullen we maar niet in beeld doen. Ja, ik weet niet of je dit bonnetje nodig hebt voor die dingen. Nee, het is allemaal wel goed. Voor Sia zal het eerder te groot zijn dan te klein. En voor Jay is prima. Ja, mijn pyjamaatje is lekker als hij groot is. Ja, 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 geld uitgeven. Heerlijk. Dan maak ik daar geen tijd voor. Nee. Nou ja, het is misschien wel goed ook dat je daar niet te veel tijd voor hebt. Maar dan doe je het wel weer online. Ja, dat gaat allemaal niet thuis. Nou, wie wil een taart? Ja! Niet allemaal tegelijk. Wil je een taartje? Goedemorgen. Het is vandaag woensdagochtend en ik ben net in Amsterdam aangekomen. Een beetje te vroeg. Er zou wat files staan, maar het viel eigenlijk hartstikke mee. Ik kon gewoon in één klap doorrijden, zal je net zien natuurlijk. Dus ja, ik ga een paar uurtjes werken en dan ga ik weer naar huis. Dan gaan we heel eventjes met de kindjes even richting de speeltuin of iets. Als het goed is, blijft het droog vandaag. En Jeetje moet morgen weer naar de tandarts. We hadden namelijk nog een afspraak ingepland om haar toch een beetje te laten wennen aan de tandarts. Ze deed het heel goed de eerste keer, alleen ze doet nog niet echt haar mond open. En ja, dat zijn natuurlijk wel de meest belangrijke dingen. Wil je überhaupt wat kunnen zien? Dus ze had me toch geadviseerd om over 2 weken weer terug te komen. Dus dat gaan we morgenmiddag nog eventjes doen. En ja, voor de rest niet zo heel veel op de planning vandaag. Ik heb gisteren een hele zware avond gehad. Ik weet niet of jullie het ook aan mijn ogen kunnen zien. Maar ik heb echt de ogen uit mijn hoofd gehuild, om het even netjes te zeggen. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ja, alles kwam er in één klap weer uit. En dit soort momenten heb ik ook gewoon echt af en toe. En ja, het is gewoon even zo. Dus het was een korte nacht, een vroege ochtend en een beetje hoofdpijn wel. Dus ik probeer ook een beetje rustig aan te doen vandaag. Maar goed, ik ga lekker naar binnen, eventjes alvast wat voorbereiden en dan zie ik jullie later weer. Ja, we gaan even pillen halen voor opa. Jay, niet doen. Ga dat maar niet doen, want anders val je eraf. Nee, blijf maar gewoon erop staan of je moet eraf. Nou, we zijn inmiddels thuis. En Sia is uiteraard in de keuken aan het huilen om voedsel. Sia, we gaan zo eten. Sia, we zijn aan het koken, hè? We moeten even wachten. Toch? Alsof je niks hebt gekregen. Ja, mama gaat zich even omkleden. Ja, dat is wel, hè? Ja. Een hele goede morgen. We zitten in de auto, want Jeetje en ik gaan naar de tandarts. Vind je het spannend? Nee? Ik moet zeggen dat het tot nu toe goed gaat. We gaan dan eventjes naar de tandarts en dan moet ik een pakketje wegbrengen. Dan gaan we naar huis, want Levent moet straks werken en Sia is met papa even boodschapjes doen. Dus ja, het is nog steeds een beetje baggeweer. Het regent. Dus ik weet niet of we heel veel gaan doen vandaag. Maar er is nog genoeg was, strijkwerk. Dus ik hoef me in principe niet te vervelen. We zien jullie straks weer. Hoe ging het bij de tandarts? Nee. Vond je het leuk? Je hebt een armbandje gekregen, hè? Ja, die kan je losmaken en dan kan je hem eruit halen. Ja, dan gaan we weer bad maken. Nou, ze heeft het echt super goed gedaan. Het was alleen eventjes controle, kijken. Ze heeft geen gaatjes, dat kon ze wel zien. Dus dat is heel fijn om te horen. Dan poetsen we toch goed. En in november mag ze dan nog een keertje komen.
voor een paar maandjes. Om het een beetje erin te houden. Zodat ze eraan blijft wennen. Mocht er een keer wat gebeuren met een gebit. Ja, je hoopt het niet. Dan is het niet meteen dat dat ook nog nieuw is, zeg maar. Dus dat is eigenlijk wel heel goed. Het is 11:15. We gaan snel het pakketje wegbrengen en dan naar huis. Ik heb een ijsje. Oeh, lekker. Ik heb maar 3 potjes. Heb je echt goed gemaakt, net echt. En mijn papa kan mij even helpen. Ik heb 3 potjes en mijn vrienden. Mama ook iets maken dan? Dat mag je, mama. Je hebt wel de kaart aan. Ja, ze zitten allemaal door elkaar. Ja. Smerig. Nee. Maar dit is zo zwaar. Je moet heel hard drukken. Moet ik helpen? Ja, deze is het voorzitter. Dan moet ik met smid snijden. Ja, dat maar. En net moet ik dit. Ik kan hier ook nog een ijsje in doen. Deze kan ik. Ik wil hem nog even in mijn potje. Ja. Mammetje. Maar dat kan je dan weer hier mee doen, denk ik. Proberen. Deze is ook eten, mama. Zie je? Deze ik heb alleen hem. Mooi hoor. Ik heb heel veel dingen. Kijk, als je dit dan. Zo hier in ons. Deze heb ik ook met 1 doen. En zo. Dat is alleen net te weinig, dus er moet nog meer in. En ik ga jou deze geven. Oh. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan daar ga ik kiezen. Maar moet ik dat dan daarin doen, bedoel je? Ja. Oké. Wacht even. Daar ga ik aan de klei in. Daar ga ik zwart in. Het is wel een vies kleurtje geworden. Ja. Is niet zwart. Ik ga met mama samen doen. Nou. Ik ga met mama samen doen. Ja, ik vind hem best wel goed gelukt. Ja, ik heb deze. Deze is van mij. Nou, proost. Nee, met je ijs. Proost. Ik ga ook zeggen. Het ruikt wel altijd zo lekker. Ik heb hier dus echt een soort van tip voor. Ik heb nog eet. Dat is die zwarte stiften, zeg maar. Die ruik ook altijd zo lekker. Ik ga ook deze doen. Ja. Eerst moet deze. Nou, we kunnen wel ijsjes gaan verkopen. Ja. Ik heb er nu 2. Moet jij naar de wc? Nee. Zeker weten? Nee. Ik moet straks poepen. Kijk, deze is een beetje vast. Ik ga een beetje slagroom in doen. Slagroom? Oh ja, dat is ook wel lekker. Ja, misschien kan je dat hier in het bakje doen, slagroom. Dan kunnen we het eruit lepelen en dan op de ijsjes doen. Ja, dat is bij de ijsboer, weet je nog? Nou, Siaatje is weer wakker. Die heeft 3 kwartier geslapen. Ik moet zeggen dat het de laatste tijd heel slecht gaat met slapen. En niet alleen het middagslaapje, want ik heb er al 1 slaapje afgehaald. Maar ging hij 's ochtends en dan 's middags weer. Maar dat middagdutje, dat pakte hij eigenlijk al niet meer. Dus dan dacht ik, ja, dan zit ik eigenlijk alleen maar thuis, terwijl het helemaal niet meer nodig is. Dus hij slaapt maar 1 keer per dag nog, overdag. Maar ja, niet meer dan 1 uur. Als het 1 uur is, heb ik al mazzel, laat maar zeggen. En het gaat de avonden, als ik hem naar bed breng, hij gaat gewoon, nou ja, gewoon zo hup zijn bed in. Liggen, niks aan het handje. En dan meestal na 1 uurtje of 2 moet ik toch een paar keer op en neer naar boven. Want dan is hij aan het gillen, aan het schreeuwen, alsof hij aan het dromen is, verwerken. Ik weet het niet, heel gek. En dat gaat eigenlijk 's nachts ook door. Dus ik ben om het uur ben ik wel wakker of naar boven aan het lopen. Terwijl het daarvoor echt super goed ging. Ik moet wel toegeven dat sinds ik hem heb gekregen, hij is nooit een goede slaper geweest. Als baby zijnde al niet. Dus ja, dat zorgt er dan natuurlijk ook voor dat je ja, met elk dingetje wat dan beter wordt en verandert, dat je al blij bent. Maar goed, ik ga even de was aanzetten. Ik hoop gewoon dat deze periode heel snel voorbij gaat.
Want iedere keer wanneer ik denk, oh, het gaat eigenlijk wel goed met slapen, dan gebeurt er weer wat. Ja, maar ja, weet je, dat is ook heel vaak met andere dingen. Dan denk je eraan en dan pas, boom, hup, gaat het mis. Dat je dan ook denkt, hoezo denk ik hier ook aan? Ik moet daar helemaal niet mee bezig zijn. Maar ja, dat gebeurt dan gewoon. Ja, voor de rest gaan we niet zoveel bijzonders doen vandaag, wat ik al zei. Het is echt baggerweer. Het regent ook trouwens nu nog steeds, zie ik. Dus ik ga even een wasje aanzetten. En dan ga ik met Sia naar beneden. Ja, pak maar. En dan gaan we gewoon lekker beneden even chillen. Ik zou het verder anders ook niet weten. Ik heb ook eigenlijk nog geen zin om weer de deur uit te gaan. Dus ja. Het is eigenlijk niet zo'n heel boeiende week geweest, moet ik zeggen. Ik probeer ook gewoon echt wel wat rustiger aan te doen. Want ik ben dan nogal van hak op de tak. En ja, dat moet ik eigenlijk nu gewoon niet doen. Ik moet even een beetje aan mezelf denken. Kijk nou. Schatje. Dus ik ga een wasje aanknallen. Ik ga bij deze video ook afsluiten. Volgende week wordt wel een week waarin we wat meer gaan doen. En waarin we jullie ook gewoon weer gezellig mee gaan nemen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En tot de volgende video.